Ik ben Mashuda Appelman. Ik heb de opleiding sportkunde gevolgd bij In Holland Haarlem. Nou, we zijn hier in het leefstijlcentrum van Diëtist en Leefstijl in Schagen. En daarbij werk ik als leefstijlcoach. En hierin begeleid ik 1-op-1 mensen, maar ook in groepen. En dat doen we hier binnen, maar ook buiten zijn we wel eens te vinden. Nou, zelf ben ik werkzaam als leefstijlcoach en daarin begeleid ik mensen in het GLI-traject. Dat is dus de gecombineerde leefstijlinterventie. En daarbij gaan we op zoek bij de mensen naar een gezonde leefstijl. En daarin gaan we gewoon zien van, hey, wat zijn die doelen? Is dat het afvallen of is dat wat meer het gewichtsbehoud? Is het gewoon gezonde voeding? Denk ook aan bewegen, aan slaap. Dat zijn allemaal aspecten die we daarin meenemen. Nou, wat ik het mooiste vind aan mijn werk is om echt de progressie te zien bij de cliënten. Ze komen binnen een beetje onzeker en vanaf dat moment gaan we gewoon kijken van, hey, waarmee kunnen we werken? Wat zijn jouw doelen daarin? En op een gegeven moment komen ze weer binnen, hebben ze die doelen bereikt. En dan zie je ze echt stralen, ze worden positief gemotiveerd en ja, dat is het mooiste om te zien hierin. Tijdens de opleiding was ik heel erg zoekende, wat vind ik wel leuk, wat vind ik niet leuk en wat past er bij mij. En daarin is de openheid in de opleiding erg prettig. Docenten, maar ook medestudenten, die helpen je daar echt bij zoeken van, hey, wat past er bij jou, wat vind jij leuk? En zo kan je gedurende 4 jaar echt kijken wat jij met deze opleiding uiteindelijk wil worden. Bij het tweede jaar kwam ik erachter dat voeding ook een hartstikke leuk onderdeel is. En ik kwam er zelf achter dat je bij deze opleiding automatisch herkend wordt als leefstijlcoach na de 4 jaar dat je het hebt afgerond, waardoor ik gelijk aan het werk kon. Wat mij het meest bij is gebleven van deze 4 jaar is, als ik zo terugkijk, dat ik eigenlijk altijd wel met plezier naar school ging. Ik vond het leuk om aan de opdrachten te werken, waardoor ook de sfeer, omdat die zo prettig was, ja, dan ga je ook gewoon met plezier naar school daarin. En dat vond ik het fijne aan deze opleiding.